Leefbaar 3B is van 9 naar 7 zetels gegaan. Wouter Hoppenbrouwer, lijsttrekker Leefbaar 3B. Twee zetels minder. Is dit nou echt een verlies voor jullie? Nou, verliezen, daar praten we nu niet over. We zijn de grootste partij geworden. We hebben 7 zetels, dus dat is waar we op bouwen. Ik bedoel, positief blijven, heb ik ook al zo eerder tegen jou gezegd in rapportages. Ja, en we wisten dat bij de verkiezingen van 2010 van 4 naar 9 was eigenlijk al een beetje over de top. Dus eigenlijk was 8 misschien reëler geweest, was ook een restzetel zat ertussen. Ja, nu denk ik dat dat prima is. We hadden voor 7 hebben we vooraf getekend. En dat komt uit, dus helemaal perfect. Hoe gaat u de winst terugpakken? Hoe gaat u de winst terugpakken? Nou, laten we eerst maar eens gewoon genieten van de overwinning. En gewoon kijken hoe verder het landschap eruit gaat zien. Want terugpakken, wij zijn nog steeds de grootste, dus we hebben niks terug te pakken. Is een plek voor Leefbaar in het college weggelegd? Nou ja, kijk, ik heb altijd bij de campagne ook gezegd dat wij voor aan het stuur willen zitten. Dus dat zal wel onze inzet worden. Ja, en we moeten kijken met de andere partijen of we eruit komen. Ja, gefeliciteerd. Dankjewel.